wat minder. Hey, ik heb net gedoucht. Zo, lekker. Vandaag zou het wat minder lekker weer worden. Dus we houden ons een beetje gedijst deze ochtend. Voor wat besjes eten. Dan gaan we zo meteen naar het museum. Maar volgens mij valt het op zich wel mee. Het zou echt heel hard gaan regenen, maar... We zijn wel oké en is nu donderdag heel wat vies weer. En dan ben ik er niet meer, dus... Oké, we lopen nu Grand Central. Eigenlijk, ik weet dat het super typisch is, maar ik kan gewoon niks anders bedenken dan de eerste scène van Gossip Girl. Waar is je bent? Serena. En who am I? That's super dan, I'll never tell. No point. Oh. Actually, we did some early Christmas shopping. Joehoe. Staan we dan. Wachten op onze hotdog. Dit waren we al de hele tijd van plan, dus we gaan het doen ook. I want to go, but mama won't let me. I'm tortured here. Nou mam, treat yourself day. Tevreden met je aankoop? Ja, lekker. Ik heb de bakburger met sweet potato fries. Ik ben helemaal content. Hier in Williamsburg, hoorde je me bijna gaan. Hier in Williamsburg word je echt overspoeld met allemaal hippe tentjes en lekker etensplekjes en zo. En ik loop echt de hele tijd hier rond van, oh my god, ik wil daar eten, ik wil daar eten. Maar ik vond die setekaya ook leuk. En hier vandaag. Ja. Schoela daar loopt even vol tegen me aan, een hele camera naar vlooien. Niet dat hij echt sowieso heel erg lekker ging, maar stil nooit. We gaan nu naar de cinema, A Star is Born. Oh my god, die dingen zijn ook echt huge, dat is gewoon een maaltijd op zich. Oh yeah, we went there. Ik zei echt net nog, oh dat gaat me echt niet lukken. Ik zit ook echt popvol eigenlijk. Oké, film 10 out of 10. Also Dead Inside Now. Maar dit is gezellig. Zullen we dan even lekker cocktails gaan doen, mami? Even met z'n tweeën, lekker in de bar. Ik kan alleen met jou mee. Ja, ik ben nu 18, maar daar heb ik helemaal geen hele hol aan hier. Hey, maar daar zien we iets herkenbaar. Oh my god. The Mad Steps. Ja, zeker. Oh, het is zo koud. Kap. Oh. We zijn dus nu bij de Met. En we gaan zo Central Park in. Goedemorgen overigens. We gaan niet naar binnen. Dat gaat moedertje lief. Morgen lekker een eentje doen. We staan nog op de planning, het is de laatste dag. Beautiful.
Ik ga met toch zijn partijtje lekker op deze kerel. He is living his best life. Ik weet niet wat hij allemaal geslikt heeft, maar dit lijkt me niet helemaal de bedoeling. Keep on twisting your hips, honey. We hebben net chai latte gehaald. En fucking random. Op, zeg maar, loop hier binnen en letterlijk knaartje Rose zit daar. En sorry, daar had ik een flinke fangirl moment. Dus ik heb net even met haar gepraat, zo cool. Ik heb haar niet gefilmd, want ik heb ook geen foto, want dat voelde een beetje te fangirl. Dat wilde ik wel even gezegd hebben. Hoe random, wat er die altijd dat je gewoon random een koffie tentje binnenkomt. Ik vind het gewoon ziek. Kijk, dat is mooi zijn uitzicht, hè. Hey, maar dit is zo leuk. Je zit dus nu op een... De Highline heet het toch, man? En dit was dus een oud... Nou, ik ben kwijt hoe het heet. Oud spoorlijn. Jezus, mijn hersenen doen ook echt niet mee. Ik heb zo gehoord dat ik hier pizza moet halen. Nu is het zo dat ik net een avocado bagel op heb, maar gaat dat mij stoppen van een pizza? Ja, ladies and gents. De hoeveelheid van dit soort shots die ik waarschijnlijk ga vinden bij beperken is nogal veel. Zet ik me zo lekker neer. Moet je hem al gezen. Selfie! Deze kerel is even niet zo blij met zijn president. Kijk die Trump daarboven. Is goed, Tiger. Make your point. Het is vandaag dus onze laatste dag. Jezus, ik zie er wel echt een beetje... Ik zie eruit. Maar ja, het is vandaag ons laatste dagje dus hier. Dus we gaan nu maar gewoon een beetje... ja, een beetje dingetjes af die ons nog geinig leken. Ja, ik wilde wel echt nog naar Upper East Side, Upper West Side en dan Central Park. Nou, dat hebben we gedaan. En toen hebben we bedacht dat we dus even naar Chelsea gingen. Wat ik echt... Waar ik echt... Ik ben echt blij met die keuze, want ik vind het echt super leuk hier. Het is echt een hele leuke wijk. Echt zo'n... Weet je, allemaal dat oude fabriek. Ja, daar ga ik wel lekker op. En nu gaan we denk ik even naar Greenwich, denk ik. Of Soho. Ja, kijk wel waar de metro ons op brengt. We zijn in Soho beland. Eens even kijken hoe deze straat eruit ziet. Heel leuk dit ook. Nou. Zoveel leuke koffietentjes. God. Die hele hoge plafond. Ja, helemaal top. What is that? We zitten terug in een appartement. Ik heb even een video geüpload. Ik ga nu een hapje eten hier in de buurt. Lekker dumplings. Heel leuk restaurantje dit. We zijn weer terug om ons dessert te halen. Jazeker. Ik heb de brownie walnut cheesecake. En wat heb jij, moeder? Oreo cake. Nou, dit is geweldig. Jeetje. Geef een eerste reactie. Best lekker. Best wel lekker? Oké. Okay. Ja. Dat is niet heel enthousiast. Appartementje. Was leuk. Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar mijn tweede New York video. Ik heb niet echt een einde van de reis gefilmd, omdat het ook niet het einde van mijn reis was. Als je me op Instagram volgt, dan weet je dat ik daarna door ben gegaan naar Sophie. Dus dat ga ik jullie allemaal in de volgende vlog laten zien. Wordt heel erg leuk. Maar voor nu is dit eventjes goodbye. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie in die volgende video. Doei!